Je luistert naar de Honden en Kattenkast. De komende maanden ga ik, Evelien de Bruin, in gesprek met bekende honden- en kattenbaasjes die natuurlijk niet uitgepraat raken over hun huisdier, net als jij. Dit is niet alleen een podcast, je hebt er ook beeld bij. Je kan ons zien op het YouTube-kanaal van Pets Place. En vandaag mag ik kennis maken met hond Jelle, poes Boefke en vooral hun baasje, Jeroen Kijk in de Vechten. Je kent Jeroen als sidekick van het Radio 2-programma Jan-Willem Startop. En in het jubileumseizoen van Wie is de Mol was hij de mol. Wat mij onmiddellijk bij de vraag brengt of de keuze voor Jelle daarop is afgestemd. Want Jelle is een Friese stabij en die staan erom bekend heel goed mollen te kunnen vangen. Het antwoord hoor je straks, van Jeroen natuurlijk. Want ik begin, Jeroen, met een onmogelijke vraag. Mm-hmm. En ik denk dat die voor jou misschien wel nog onmogelijker is dan voor anderen. Namelijk, je moet kiezen. Mm. Hond of kat? Dat is erg. Hond dan. En waarom? Boefke is een fantastisch leuke kat, maar die heeft gewoon zijn eigen leven. Die doet gewoon wat hij wil doen. En wij zijn er ook nog toevallig bij. Ja, jullie geven eten? Wij geven eten. Maar dat is ook niet helemaal eerlijk. Want Boefke die kan ook wel bij mij, als ik aan het inspreken ben voor Boulevard of dingen aan het doen ben. Oh, daar komt Jelle binnen wandelen. Jelle, hey. Kom maar. Hallo schat, ga je bij Eve zitten? Kom je lekker bij mij. Dat hij bij mij in de studio komt, in de vensterbank liggen. Als het te veel is, dan moet je het zeggen. Nee hoor, gezellig. En gewoon omdat hij dan gezellig vindt dat ik tegen hem aan het kletsen ben. Hij eet je decor op. Maar met de hond heb je veel meer communicatie of zo. Je kan, want hij luistert ook en hij vindt het ook leuk om te doen. Hij vindt het leuk om te spelen. Hij vindt het leuk om erbij te komen als we een podcast aan het opnemen zijn. Of als we tv aan het kijken zijn. Hij maakt echt contact, hè? Ja, precies. En dat is wel iets meer dan contact dit, trouwens. Ja, wel wat anders dan... Jelle, kom maar. Nee, hij gaat nu liggen. Oh, hij gaat nu liggen. Ja, goed zo. En die katten leven gewoon voor zichzelf. Jullie hebben Jelle sinds kort, want Jelle is nog een pup, hè? Ja, Jelle is precies deze week een half jaar oud. Ach, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Heb je het gevierd? Nee, want we hebben namelijk een appgroepje waar alle eigenaren van de pups in zitten. Dat hoort natuurlijk zo. En er was iemand die ons daarop wees. Nou, gefeliciteerd allemaal. En vandaar dat het wist, maar ik was het eigenlijk vergeten. Dus ik heb gelijk even in de agenda geschreven. 13 oktober, Jellejarig. Jellejarig. Ja. Nou, dan wordt dat denk ik, hallo, wordt dat dan wel gevierd, toch? Zeker. Daar gaan we een momentje van maken. En is hij een beetje een mollenvanger? Nou, we hebben hier wel mollen gehad van de winter. Ja. Heel veel. En daar heeft hij eigenlijk niet naar omgekeken. Oh. Dus dat vond ik eigenlijk wel fijn. Omdat ik denk, ja, het is ook een beetje zonde als ons strak gemanicuurde grasje hier natuurlijk door die hond helemaal overhoop gehaald wordt. Hoewel die wel heel graag graaft. En het zal misschien volgend jaar ook wel gebeuren, maar nu nog even niet. Nee. Hey, om het karakter van Jelle op een snelle manier een beetje te ontdekken, ga ik je even een paar keuzes voorleggen. Ja. Is dat goed? Ja. Waterrat of liever op het land? Nou, we hebben hem nog niet bij water in de buurt gehad, dus ik kies nu even voor land. Maar volgens mij is het wel een zwemhond. Vrolijk of opvliegend? Vrolijk, ja. Sportief of lui? Sportief. Blaffer of stil? Hij is heel rustig, ja. Jager of volger? Nu nog volger, maar ik kan me voorstellen met dat ras dat hij uiteindelijk wel kan gaan jagen. Zeker hier in de buurt, hier op de Veluwe. Zelfstandig of gezelligheidsdier? Gezelligheidsdier. Maakt hij dingen kapot of volgt hij de regels goed op? Hij sloopt wel dingen. Is heel vakkundig zo'n Bluetooth-boxje naar de eeuwige jachtvelden geholpen. Ja, die smaken ook heel lekker. Dat is een enorm lekker hapje. Maar kabels en zo, daar is hij nog niet aan begonnen. Nee. Dus daar ben ik wel heel blij mee. En knuffelkont of eigen plek? Nee, nou, de vraag stellen is een beantwoorden met Jelle. Die vindt het heerlijk om lekker te knuffelen. Ja. Ja. Ik weet niet of je het kan zien nu via YouTube, maar hij ligt heerlijk. Heerlijk bij me op schoot. Ja. Waarom heb jij gekozen voor een Friese stabij? Nou, we waren al heel lang aan het kijken naar een hond. Want we wonen hier op de Veluwe, tegen het bos aan, met heel veel ruimte eromheen. Dus wij voelden ons eigenlijk als soort van schuldig voor de hond die we niet hadden. Dat we dachten van, sorry dat we je nog niet bij ons hebben. Ik had al wel een soort van studie gemaakt van wat voor ras zou passen. Ja.
En ik hoefde niet per se een enorm waakse hond. Maar een beetje waak zou wel lekker zijn. En ook wel een hond die op zichzelf zou kunnen zijn. Weet je, dat je hier buiten, dat hij hier zijn eigen dingen doet. Ja. En lekker zich uitleeft. Maar verder niet heel erg over nagedacht. Nee. Totdat eigenlijk heel toevallig via een vriendin slash collega dit nestje op ons pad kwam. Want zij had daar een hond uit kunnen krijgen. En toen heb ik meteen gebeld. Ik zeg, zou het misschien even mogen komen kijken? Kijk eens kopen. Nou, dat viel wel mee. Want we hadden hiervoor ook al wel andere honden op het oog. En daar waren we ook wel wezen kijken. Nee. En dat was, ja. Heb en jij dat... gewoon puppy's afgewezen? Ja. En dat klikte dan gewoon niet of zo. Dat ik dacht van... Dat, ik weet nog dat we bij een Duitse herder wezen kijken. Ja, maar zag ik ook heus wel zitten. En toen zaten we in de auto terug. En toen keken we elkaar aan. En toen zeiden we... Maar waarom wilden we dit ook alweer? Hoezo? En toen niet leuk. Nee, hebben we het niet gedaan. En hoe ben je bij de naam Jelle gekomen? Want het is een beetje Friese naam. Ja, maar daarom. Ja. Dus ja, we moesten een naam hebben. En toen dacht ik, nou, dan moet het wel een echte Friese voornaam. Het was, Jelle was het eerste dat zo... Jelle. Wat zo bij mij boven kwam. Ja. Snelle Jelle. Ja, wat bij mij boven kwam. En zo'n dikke L. En toen was het... Ja, precies. Toen was het eerst nog een soort van projectnaam, werktitel. Ja. En toen is het uiteindelijk gewoon Jelle gebleven. Ja. En het past ook. Hij is ook een Jelle. Heb jij nog het verwijt gekregen dat je een coronapup hebt aangeschaft? Vast wel. Maar dat maakt me dan ook toen niet ze zo... ze dan achter je rug. Ja. Corona-pup. Zie, gewoon met een meute meelopen. Maar ik dacht, nee, want we waren ook voor corona al bezig met een hond. En dit kwam gewoon toevallig zo uit. En helemaal omdat Jacob, mijn man, die is nu heel veel thuis. Dus ja, ik vond het uiteindelijk was het wel goed. Want daardoor heeft hij eigenlijk voor het grootste gedeelte de hele opvoeding op zich genomen. En dat ook heel goed en heel fijn kunnen doen. Ja. Heb je al wel eens met hem gehad dat hij iets gedaan heeft? Of juist iets niet deed waarvan je dacht, oh, dit... Is het niet helemaal wat ik bedacht had bij het hondenleven? Nou, nee, bij het hondenleven niet zozeer. Maar hij is gewoon heel enthousiast. Dus als wij, dat heb je gemerkt. Als we hier bezoek hebben, dan is het meteen heel blij begroeten en springen en doen. Maar dat komt allemaal uit een goed hart. Maar niet iedereen is daarvan gediend. Nee. En dat was laatst ook dat Jacob een stuk met hem aan het wandelen was. Hier naast op het zandpad. En dat er mensen, dan loopt hij los. Maar dan kwamen mensen hem tegemoet. En Jelle is dan meteen van... Hey, leuk, nieuwe mensen die ik nog niet ken. Laat ik heel enthousiast gaan doen en er tegenaan springen. Dus dat deed hij. Maar die man die was er totaal niet van gediend. Dus die gaf die hond gewoon zo'n paam, zo'n knietje eigenlijk. Oh ja. En waarvan ik denk, ja, weet je... Het is ook goed, want het is natuurlijk... Leer er maar van dat niet iedereen net zo enthousiast is als jij. Dus dat moeten we op een of andere manier nog zien af te leren. Dat hij daaraan wendt van niet te degene, nee, precies, tegen iemand aanspringen. Heb je ook wel eens meegemaakt dat je dan wel andere baasjes tegenkomt... en dat je denkt, oh, die doet echt heel gek met zijn hondje? Ja. Of dat jij te horen krijgt dat jij gek doet met je hondje? Nou, kijk, in het begin heeft iedereen heeft allemaal hele goed bedoelde adviezen. Ja. Waarvan wij dan in het begin ook dachten... Oh shit, ja, we moeten dat nog doen. En dan moet hij nog een rondje lopen en zo. En later kom je erachter van... Dat hoeft helemaal niet, nee. Weet je. Uiteindelijk, die hond die geeft zelf ook wel aan... Wat hij nodig heeft. Als je gewoon soort van consequent bent... En die regelmatig in het in eten geven... En nou ja, dat soort dingen allemaal. Dan ontdek je vanzelf wat past bij dat beest. Ja. En dan kan je natuurlijk tips wel meenemen. En soms zijn er ook wel tips die wel uitkomen. Maar... Op een gegeven moment hadden we wel zoiets van... we laten alle goed bedoelde adviezen gewoon lekker varen. Ja, het is misschien een beetje veel. Ja, en ook niet op iedereen alle honden van toepassing. Nee. En hoe doen jullie dat met belonen of straffen? Want sommige mensen die zijn dan van het straffen. Ja. Sommige zijn van het belonen. Wij hadden blijkbaar de puppycursus... die op de methode Martin Gaus gebaseerd is... En die werkt sowieso niet met straffen. Gewoon nooit straffen. Nee, alleen maar belonen. Alleen maar belonen. Goed gedrag belonen. Ja. En dan is dat dan met snoepjes of met... Oh, van alles. Ja. We hebben van die kleine... Wat is het nou? Die haal ik bij de Pets Place. Nou. Van die gedroogde koeienlong of zo. Dat zijn de goorste dingen vreten die honden. Hoe harder het stinkt. Hoe lekker ze het vinden. Hoe fijner ze het vinden. Goed. Maar hij gaat er heel goed op. En dan als we gaan wandelen, heb ik gewoon mijn jaszak vol met van die troep. Zo'n stinkhand. Ja, maar het werkt heel goed. Dus telkens als hij dan komt op het moment dat we hem roepen, meteen belonen. Alles wat hij goed doet en dat hij goed luistert. Kleinste dingen meteen. En dat werkt als een trein. Ja. Doe eens je hoge stemmetje. Goed zo.
Goed zo, Jelle. Ja. Ja, wel. Ja, precies. Het is wel, ja. Je kan ook aan de toon, denk ik wel, maar dat gaat ook vanzelf. Ja. Misschien dat ook wel aangeven aan het beest wat je eigenlijk bedoelt. Ja. Dat je niet eens fatsoenlijk Nederlands hoeft te praten, maar dat hij al hoort aan hoe je klank is, hoe de situatie is. Hé, hey, ze zeggen vaak, baasjes gaan op hun honden lijken. En of andersom. Zijn er al gelijkenissen? Jij bent natuurlijk heel aaibaar. Heel aaibaar. Nou ja, en wel, weet je, je kan ons niet gelukkiger maken dan een huis vol met mensen en lekker eten en drinken en zo. En dat zie ik wel terug ook bij Jelle. Ik denk dat als Jelle een mens was geweest, dat hij ook het liefst de hele dag allemaal honden om zich heen had gehad en lekker gezellig spelen en dat soort dingen. En dat is ook, dat moet ook wel, want we hebben gewoon, dat hebben we ook wel echt bewust gedaan om hem meteen al vanaf het eerste moment met ook aan heel veel mensen te laten zien. En te laten zien, kijk van, weet je, we zijn hier niet alleen, er komen hier ook mensen op bezoek en ook kinderen en andere honden. Ja. Omdat ik dacht van ja, we hebben gewoon veel mensen over de vloer altijd hier en die hond moet daar gewoon makkelijk in mee kunnen gaan en niet één kennig raken. En dat gaat hartstikke goed. En uiterlijk zijn er weinig gelijkenissen, denk ik. Behalve de harige kind dan. Misschien het zwart-witte. Het zwart-witte, ja, precies. Ja. Allebei knap. Ja. Oh, ja, dank je. Toch? Ja. Ja, pak dat compliment maar even. Dank je wel. Voeding. Ja. Je had het al over die kleine... Die gedroogde, snoepjes. Ben je daar bewust mee bezig? Of heb je gewoon het voer genomen wat de fokker gaf? Ja, of, daar zijn we eigenlijk op doorgeborduurd. En dat is redelijk prijzig spul. En hij vreet heel veel. En hij kakt veel. Ja, enorm. Maar ik denk, ja, weet je, ik wil er ook niet op... Ja, het is ook zo ellendig dat je dan zo'n welvaartskind bent, dat je dan, ja, het kan gewoon, dus dan geven we goed spul. Maar weet je, ik wil ook niet op het punt komen dat hij allergisch is voor dingen of, nou ja. En qua snaaien, is het een, bijvoorbeeld, zoals mijn honden wel eens doen, bepaalde drolletjes die ergens in een bos liggen, die worden nog wel eens... Meegenomen, ja, dat is, dat, en helemaal hier, want hier zijn heel veel ruiter... routes ook. Ja. Dus heel veel paardenstront ligt hier overal en nergens. Nou, zij vinden het heerlijk. Ja. Dus we moeten hem echt er elke keer bij wegjagen, want we kennen genoeg van... Nee, het gaat niet mis, maar dan raken ze gewoon van aan de diarree. Dus dat wil je niet. Ja. En het lijkt me ook gewoon niet zo heel gezond. Maar dat vindt hij super interessant. En hij wil het allemaal opvreten. En hoe krijg je dat voor elkaar? Omdat als hij het dan toch in zijn bek heeft? Oh... Nou, vaak ook niet. Want hij is zo geslepen wat dat betreft. En meteen wegrennen. Ja. Hij heeft het ook meteen in de gaten. Want hij is zo'n super slim beest. Je ziet het al aan zijn blik. Dat je denkt, oh, hij heeft in de gaten dat het niet mag. En dan is hij al, dan hoef je maar een paar stappen in de richting te zetten. En dan is hij weg. Ja, soms dan denk ik, ja, nou weet je, dan vreet je maar lekker die paardenstront op. En dan word je maar ziek ook. Precies. Ja. Nou ja, opvoeden. Van je huisdier. Dat is natuurlijk niet altijd even makkelijk. Al heb ik wel het idee dat je redelijk gezegend bent met, het is met Jelle. Het is echt een superbeest. Het is heel saai, maar het is echt een... Nee, het is helemaal niet saai. Het is toch één, hè? Ja, het is heel fijn. Ja. Want die honden die ik eerder heb gehad, die luisterden minder. Maar ik heb ook het idee dat hij het gewoon heel leuk vindt om zijn best te doen. Ja. Om dingen te leren. En dat het een hele slimme, intelligente hond. En dat hij ook echt wel zoiets heeft van, nou kom, leer me dan dingen. Ik vind het alleen maar leuk. Ik ga jou toch wat dilemma's voorleggen. Mm-hmm. Het is tijd voor Jeroens dilemma's. Ben je streng of makkelijk? Nee, ik denk dat ik wel streng kan zijn. Dat ik denk van, je hebt heel veel ruimte hier bij ons. Letterlijk en figuurlijk. Maar er zijn wel grenzen aan. En op het moment dat je over die grens gaat, dan ga ik wel aangeven dat dat de grens is. En wat is een grens? Voor jou? Nou, wat hij nog wel wilde doen in het begin, en dat doet hij nu minder, is bijvoorbeeld gaan grommen op het moment dat ik bij zijn bak kom. Weet je, echt WTF, alsof ik uit jouw bak ga zitten eten. Doe even normaal. Ik geef je eten. En precies, maar dan wel doen alsof ik, weet ik veel, zijn eten ga jatten of zo. Ja. Nou, daar moet je met mij echt niet mee aankomen. Of, en hoe los je dat dan op? Nou, dan kan ik wel. Dat is de enige uitzondering dat ik denk, nu... grijp ik je gewoon even in je nekvel. Dan mag je hem echt even voelen. Ja, dat is misschien heel slecht. Dat
ik ook merk dat andere mensen ook heel erg schrikken van mij. Omdat ik dan heel streng doe. Die altijd aardige Jeroen kijken de vechten. Die zit, precies. En die dan, dat mensen echt zo... Oh! maar het werkt wel, want hij leert het wel af. Geef je liever veel extraatjes of zit Jella nu al op dieet? Nee, hij zit zeker niet op dieet. Nee, hij groeit nog. Dus die blijft, die vreet ineens een stuk door. Maar het is een heel mooi slank beest nog steeds. Ik weet niet, dat moeten we gaan kijken hoe zich dat ontwikkelt. Laat jij Jelle uit of laat Jelle jou uit? Nee. Uiteindelijk laten wij hem uit. Want hij volgt heel keurig. Het is echt een hele goede... Nou ja, meestal wel. Ja. Ah joh, het is toch ook nog een beetje een pup? Nee, daarom. Ja. Daarom. Ja. En dat moet je ook niet willen beteugelen of zo. Ben jij een drolle opruimer of moffel je ze liever weg? Nee, ja, het stomme is dat wij hebben hier zoveel ruimte dat hij rent hier gewoon rond en hij doet hier zijn ding. En in de zomer heb je hier op de Veluwe echt mestkevers. Ja. Dus dat zijn kevers die trekken gewoon die drol in stukken de grond in. Ah, en die verdwijnen gewoon vanzelf. Maar in de winter niet. Dus dan heb ik hier mezelf al wel een paar keer betrapt. Ik met een schepje echt erachteraan liep. Zo woef die dingen in de struiken gooien. Steeds meer mensen, Jeroen, die zijn bezig met duurzaam leven, bewust leven. En waar jij je misschien wel helemaal niet zo bewust van bent, is dat een hondje, ben ik me ook gaan realiseren in de loop van de tijd, best wel een beetje een vervuiler is. En dan niet vanwege, ook wel een beetje, ik geloof dat het best wel lang duurt. Jij noemde de mestkevers, mm-hmm. Die zijn heel, dat is natuurlijk heel goed, die ruimen op, maar dat drollen best wel vervuilend zijn eigenlijk. Mm-hmm. Maar ook, al die honden moeten natuurlijk te eten. Ja. En dat is best een druk op de voedingsindustrie. Ook. Ja, ja. Wij hebben wel, volgens mij, brokken die wel op een heel verantwoorde manier gemaakt zijn. Ja. Ook in Nederland met goede ingrediënten erin. Ja, het is echt een prinses hoor, wat dat betreft. Ja, maar ja, ik denk, ja, ik kan voor een paar gulden... Oh, gulden hoor mij nou, een paar euro uit de supermarkt halen. Maar dat doe ik niet. Nee, dat is niet... Dus je wil ook echt het... Ik ben er wel mee bezig in die zin. Ja. Maar niet heel erg bewust van, oh, wat een vervuiler en dit en dat. Want ja, dan moet je er gewoon niet aan beginnen. Dan moet je ook niet aan kinderen beginnen. Nee, dat is natuurlijk ook, ja. Ja. En de kinderen zijn de grootste vervuilers, zeggen daarom. Ze wel eens, hè? Ja, precies. Maar, je bent, eigenlijk is het vanuit de gedachte dat je gewoon het beste voor je hond wil. Ja. Gezonde voeding, goed geproduceerd. Precies, nou, omdat het uiteindelijk voor zijn eigen gezondheid ook beter is. Omdat ik ook denk dat als je gewoon zorgt dat die goed... de voeding goed is. Weet je, dat voorkomt ook allergieën. Want je weet ook hoe snel honden allergisch kunnen zijn voor ingrediënten of in snoepjes of in dingetjes. Nou ja, dat heb ik wel meegemaakt. Krabben en doen. Weet je, dat, ja, dat is heel vervelend. Ja. Nou heb ik een poosje geleden gesproken met Louis. Hij is een van de twee bedenkers en mede-eigenaar van Edgar & Cooper. En hij neemt mij tijdens deze podcast de komende maanden mee in het verhaal waarom zo'n bewuste en gezonde keuze en een duurzame keuze voor dieren heel belangrijk is. En wat het effect daarvan is. Onder andere op poep van honden. Oh. Even lekker een wandeling maken hier in mijn eigen bos. Met mijn honden, Tante Cor en Bruun. En ik heb nog iemand bij me. Dag Evelien, ik ben Louis en dat is mijn hond Cooper. Hoe ben jij op het idee gekomen van jouw bedrijf? Eigenlijk samen met een medestudent van vroeger, Koen, hebben we het bedrijf Edgar & Cooper opgericht. De hond van Koen noemt Edgar. Ja. Koen, zijn hond Edgar, die was allergisch voor allerhande eiwitbronnen. Rund, varken, lam, you name it. Hij was allergisch ervoor. Daarnaast, mijn hond Cooper was eigenlijk een zeer moeilijke eter. Er was geen hondenvoeding op de markt waar hij eigenlijk, dat hij lekker vond. En mijn vrouw moest elke dag aan de slager vers vlees gaan kopen, thuiskomen, dat koken en aan Cooper geven. En eigenlijk aan de hand van die twee problemen heb ik beslist om het bedrijf Edgar & Cooper te starten. Ja, en dan maak je voer voor je eigen honden. Dan moeten ze het wel lekker vinden. Klopt. Vonden ze het wat? Zeker. Ik herinner me nog zeer goed de eerste keer dat Cooper zijn volledige maaltijd op had. Zijn eerste ontlasting. We hebben er zelfs een foto van. En die zag er perfect uit. En eigenlijk die ontlasting is ook wel een goed signaal of dat je eigenlijk een goede of niet goede hondenvoeding hebt voor je hond. En hoe kan je dan aan een drol zien, ik kijk er niet elke dag naar, ja, dat hij gezond is?
Eigenlijk moet je kijken, is die een beetje droog, de rol zelf? Is die niet te slap? Is die mooi rond en mooi gevormd? Is die niet te groot? Want een grote ontlasting kan duiden op dat hij weinig van de voeding verteerd heeft. Ja. Er zijn eigenlijk verschillende indicatoren die kunnen aantonen dat je eigenlijk een goede drol hebt van je hond. En die drol is wel in relatie tot de gezondheid van je hond. En als je nou één ding specifiek zou moeten noemen wat er anders is aan jullie voeding... En dat van, nou ja, laten we zeggen, standaard voeding. Onze voeding, normaal gezien, hondenbrokken, dat wordt gemaakt met droge stoffen. En wij zijn er eigenlijk in geslaagd om eigenlijk vers vlees eigenlijk van het slachthuis rechtstreeks te brengen naar de fabriek waar de brokjes gemaakt worden. Ja. Dus eigenlijk, wij moesten een proces, het droogproces, overslaan. We zijn nu zelf, hij als mens, wij zijn ons ook meer en meer bewust gekomen de laatste jaren van het gebruik van verse voeding, vers koken en welke impact dat heeft op onze gezondheid. Dit is ook hetzelfde voor je dier. Ja. Als je gebruik kan maken van verse ingrediënten, dan heeft dat ook een positieve invloed op zijn gezondheid. In deze aflevering hebben we het over de aanschaf van een puppy. Er komt heel veel bij kijken. Vast ook voeding. Zeker. Puppyvoeding is eigenlijk volledig anders dan volwassen voeding of eigenlijk van senior honden. Een puppy... Die groeit zeer snel in het eerste jaar. Die heeft eigenlijk ook veel energie nodig om die groei te ondersteunen. Die heeft veel eiwitten nodig om eigenlijk die spierbouw opbouw te doen. Zijn botten binnen zich te ontwikkelen. Dus die heeft extra voedingsstoffen nodig om dat te ontwikkelen. Dus die heeft eigenlijk een volledig ander metabolisme dan eigenlijk een volwassen hond. Of zelfs een senior hond die het iets rustiger aan al zal doen. Die bijvoorbeeld minder eiwitten nodig heeft ook in zijn voeding. Of minder energie in de voeding ook. Het is eigenlijk te vergelijken met een baby dus. Klopt inderdaad. En daar zijn we ook allemaal heel zorgzaam voor. Zeker, klopt inderdaad. Bekijk jij de drollen wel eens van jou, Jelle? Oh, moet ik dat doen? Nee! Nou, ze zeggen wel eens, heb ik me laten vertellen, een mooie drol van een hond die breekt in drieën. Oh. Ik weet niet of je heel vaak zit te kijken. Nou ja, nee, ik loop af en toe zo gehurkt door de tuin. Omdat ik niet wil dat het hier helemaal vol met poep ligt. Omdat het beest natuurlijk alle vrijheid heeft. En ik denk dat het wel gezond is wat ik ervan zie. Ja, dat herken ik ook wel. Nou ja, hij moet ook een beetje stevig zijn. Maar niet te. De drol. Heb het serieus over hondendrol hier heeft? Nee, nou ja. Mijn grote Duitse herder, die was een beetje diarreeërug. En die heb ik dus op een gegeven moment op andere voeding gezet. En dat gaat nu dus veel beter. Ja, maar ja, zo gaat dat natuurlijk. Wat je erin stopt, komt er ook weer uit. Ja, precies. Ja. Zullen we een rondje waar of niet waar doen? Ja, leuk. Ik ga er even voor zitten. Oh, ja? Ik zit er al. Ja. Oké. Honden hebben een schone bek. Oh god, als ik zie wat er af en toe ingaat, dan kan het niet anders dan... Wat is het antwoord? Zeg je waar of niet waar? Niet waar. Heel goed. Ping! Oh! Ja, je hebt het hartstikke goed. Okay. Honden eten inderdaad vieze dingen. Ja. Namelijk bijvoorbeeld drollen. Ja. Waarom? Doe normaal. Ja. Kap daarmee. Ja. Kak daarmee. Muizen. Wat hier gebeurt, is dat de kat die vangt een muis. Oh. Die blijft dan ergens liggen. Ja. En dan komt de hond met de muis naar binnen. En die vreet hem op. Hoppatee. Met huid in haar. Gat. Nou, dat ik ook echt denk, maar serieus, hou op. Waar of niet waar, honden kwispelen met hun staart als ze gelukkig zijn. Ik denk het wel. Want ja, het is vaak wel een soort van blije reactie of zo. Ja, ik zeg ja. Het is niet waar. Oh. Kwispelen is een emotie. Maar een kwispelende staart kan ook een teken van angst, frustratie of nervositeit zijn. Maar dat zie je dan toch ook wel aan de lichaamstaal? Ja, en aan de houding van de staart, waar die staat. Ja. Je kan een oude hond geen trucjes meer leren. Waar of niet waar? Nee, dat geloof ik vast. Dat moet kunnen. Ja, zolang je ze maar chanteert met beloningen. Precies, kan dat het. Is het. Ja, ja. Inderdaad. Ja, gedroogde koeienlongen en gaan. Ja, precies. Een pup heeft verplichte rustmomenten nodig. Ja. Waar of niet? Ja, totaal. Ja, dat is... Wij hadden... Nou, dat was een van die regels waar ze mee kwamen. Dat je... Dat in een pup mag zoveel, per dag net zoveel minuten wandelen of spelen als dat hij in maanden oud is. Dat als hij dan een maand oud was, dan mocht je 5 minuutjes lopen. Ja, en ja, dan dat. 2 maanden 10. Zo, nou, ik weet niet of wij ons daar heel erg aan gehouden hebben. Maar we hebben hem wel echt moeten dwingen om rust te pakken. Want hij kon soms zo hysterisch zijn. En dan was het gewoon, dan was het gewoon oppakken en in de bench stoppen. Ja. En dan zag je hem helemaal uitrazen. En dan viel hij in slaap. Dus dat was wel echt...
gedwongen rust even pakken. Even rust een moment pakken. Ja. Waar of niet waar? Je pup wordt pas ontwormd als hij volwassen is. Nee, we hebben volgens mij de ontworming meteen in het begin al gehad. Ja. Ja, klopt. Ja. De eerste ontworming die vindt vaak al plaats zelfs bij de fokker. Ja. Na twee klopt. Weken. Klopt, hij heeft alles al gehad voordat hij hier kwam. Ja, ja precies. En dan is het belangrijk om te blijven overleggen met je dierenarts, fokker of bij Pets Place bijvoorbeeld. Om advies te krijgen als je twijfelt wanneer. Ben je consequent daarin om dat echt te doen, dat te ontwormen? We hebben het in de agenda staan. Dus het is dus gewoon de dierenarts. Ja. Wat goed. Nou ja, anders dan vergeten we het. Dat is meer het ding. Dus op het moment dat hij bij de dierenarts geweest is, dan wordt of meestal de volgende afspraak al gepland. Ja. Of de dierenarts zegt van nou, je moet dan en dan ongeveer. Hij moet nu eigenlijk voor de pubercheck. Ja, want in het appgroepje van de puppy's kwamen nu allemaal berichtjes dat al die honden bij de pubercheck waren geweest. Wat is dat? Daar had ik weet ik veel. Dat ze na een half jaar gecontroleerd moeten worden op gewicht en op... Oh, wat goed. Nou ja. Het uiterlijk van jullie Jelle. Mm-hmm. Hij is aan de zijkant heel zacht en op de bovenkant heeft hij allemaal krullen zitten. Ik weet niet of dat fokker technisch echt een aanbeveling is, maar ik vind het heel schattig, want hij krijgt ook steeds meer krullen. Het wordt echt zo'n heel woeste hond. Ik kan het vertellen, het is heel veel gedoe, het kost heel veel tijd om dat te verzorgen. Conditioner. Ja, ook heel veel conditioner erin. Nee, wat doe jij aan verzorging van zijn vacht? Moet je borstelen of plukken of naar de trimmer? We hebben nog nooit iets aan gedaan. Geen idee. Nee. Nee. Heb je echt nog nooit geborsteld? Nee. Dat moet hij ook leren. Oh. Wist je dat niet? Oh, nou. Tante Cor is woedend op de borstel nog steeds. Echt? Ja. Oh, ik weet zeker dat Jelle het heerlijk vindt. Oh, oké. Okay. Ja, elke aandacht is aandacht. En dat borstelen is natuurlijk gewoon eigenlijk een soort aaien. Ja, ja. Maar nee. Nou, ze vinden dat soms een beetje gek. Oh. Maar goed, dat moet je dan maar lekker... Oh, wat een goeie. Ben ik er nog nooit over nagedacht. Wat erg. Oh, ben ik een slecht baasje. Ik heb ook vernomen onlangs dat uit onderzoek blijkt dat 15% van baasjes hun huisdier meenemen in bad of onder de douche. Really? Nee. Ik hoef mijn vraag niet meer te stellen, denk nee. ik. Nee, nee. Oh nee, maar dat wordt één grote puinhoop. Nee, maar stel dat Jelle in een hele gore plas is gedoken. Oh ja, nee, dan zou ik hem wel gewoon hier onder de douche duwen. Ja, dat zou ik niet zo... Ik vind het Nou... Nee, hebben ze niet. Nou, weet ik niet. Nou, moet ik je uitproberen. Nee, dat zou ik wel doen. Ja, maar dan is het meer gewoon praktisch. Niet vanuit gezelligheid. Nee, nee. Want in dit onderzoek is het vanuit gezelligheid. Oh. Nee, hij komt wel. Hij scharrelt natuurlijk het hele huis door. Hij komt wel ineens. Dan staat hij ineens, hallo, om de hoek. En dan denk ik eigenlijk, oh, hi. Maar dan is... Oh, maar wacht even. Dan wil ik even vragen of hij ook... Loopt hij ook mee naar de wc? Ja. En dan gaat hij ook zo lekker zitten kijken. Ja. Dat is toch apart, hè? Ja, maar ik dat denk is wel dat honden... in de categorie dat ik denk, waarom doen honden dat? Nou, ik denk dat een hond geen idee heeft wat je aan het doen bent. Dat hij gewoon denkt, oh, daar staat ook een stoel. Gezellig. Ja. Jeroen, nog even resume, want we gaan bijna naar het einde van deze podcast. Mm-hmm. Oh, nee. Nou, hij is nu een beetje stout, hoor. Kijk, hij heeft door dat er in de deur snoepjes zitten. Oh ja. Nee, maar nu is hij weer braaf, want nu, hij heeft het nog niet gepakt. Nee, maar hij is natuurlijk de hele tijd al met Tante Cor aan het spelen. Ja. Hi Jelle. Jelle komt nu de camper in. Ja. Kom eens Jelle, kom nog even hier. Ga je nog even bij Tante Eve zitten? Kom maar. Goed zo. Kan je nog, maar hij is natuurlijk helemaal uitgeraasd, want hij heeft natuurlijk de hele tijd met Tante Cor zitten spelen. Ja. Die beesten zijn helemaal back off. Ja. Voor de mensen die nou denken, ach, ik ben zo geïnspireerd geraakt. Mm-hmm. Wat zou jij adviseren aan mensen die een hondje willen? Ik zou vooral eerst proberen na te denken of het in je schema past. Weet je, want wij hadden ook een heel sociaal leven voor corona. Echt op het hysterische af. En dat we ook wel dachten van, ja, maar dat kan eigenlijk helemaal niet in combinatie met een hond. En toen hebben we onszelf eigenlijk soort van gedwongen van, nou, dan moeten we gewoon onszelf een iets minder hysterisch leven aanmeten. Ja. Of zodanig de hond opvoeden dat hij ook mee kan. Dus dat je ook, als we naar mijn ouders gaan of naar mijn schoonouders, dat hij daaraan gewend is en dat je hem gewoon mee kunt nemen. En dat zijn we nu aan het oefenen. Ja. Tot slot, op de schaal van 1 tot 10, hoeveel gelukkiger maakt Jelle jou? Nou, ik bedoel, als ik ga klagen over mijn leven, dan moet je me echt een schop geven, want dan gaat er iets niet goed.
Maar het is wel... Ja, weet je... Hij heeft een extra teen. Ja, dat is heel merkwaardig. Hij heeft een soort... Sorry dat ik je onderbreek. Dit moet gezegd worden. Ja, hij heeft dat... Is inderdaad, heeft de dierenarts ook geconstateerd. En heeft achter heeft ja, hij... Nee, aan beide voorpoten. Oh. Als hij de achterpoot, hoor. Oh, de achterpoot. Oh, en de voorpoot niet ook? Nee. Oh, nou. Nee, ja. Maar de dierenarts heeft gezegd... Als hij er geen last van heeft, dan laat maar lekker zitten. Maar er groeit ook een nagel uit. Het is de achterpoten zijn het. Oké. Okay. Nee, ja. Jelle is... Dat is gewoon... Dat is, ja, het is flauw en cliché, maar het is gewoon ons kind. Ja. En ik ben ook heel blij, want Jacob die had helemaal hiervoor nooit honden gehad. Maar ja, die is nu ook al helemaal... Helemaal verliefd, ja. Ik zag ze net even zo samen wandelen en... Jacob liep even naar binnen en Jelle liep erbij. En dan ging er echt gewoon even zo'n aai over die kop van Jelle. Ja. Dus die is echt... Ja, dat is twee handen op één buik. Heel mooi om te zien. Tot slot, een cadeautje voor jou. Oh. Yeah. Ik denk dat het handigst is, want hij staat hier op de grond. En hij is zwaar. Oh. Het is zwaar. Ja. Oh. Want ik wil je natuurlijk... Oh, kom op. Met deze geluiden. Het is een hele andere camper worden ineens. Mooi, hè? Dit is mooi voor buiten, denk ik. Ja. Kan je lekker de bakjes vullen en nou ja, zoals je ziet is het kistje ook gevuld. Het is loodzwaar. Allerlei. Oh, kijk nou. Oh, wat lief. Gewoon allemaal snoeperij en eten en... Ja. Fabulous free run duck and chicken. Ja. Hij gaat dit lekker vinden. Dat weet ik nu al. Dankjewel, Eve. Dankjewel, Jeroen. Ja, alsjeblieft. Leuk dat je er was. Dit was de allereerste aflevering van de Honden en Kattenkast met Jeroen Kijk in de Vechten. Kun je ook geen genoeg krijgen van onze honden- en kattenverhalen? Abonneer en of like de podcast in jouw favoriete podcast-app of op YouTube. En mis de volgende aflevering niet. Yeah!